Hoi. Hallo, hallo. Zo. Hoe is het? Goed. Hi. Oh, knuffel. Knuffel, ja. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Iris. Hoi. Hi. Kijk. Nou, wat lief, thanks. Ik heb van jou die mee. Jeetje. Oh, wat lekker. En ik heb die mee voor je. Ik heb hier ook heel wat. Ik heb deze sowieso. En nog een bon. Ook nog? Ja, ik dacht als het leuk is, hebben we daarna nog een soort tweede date idee. Leuk. Je hebt je schoenen uitgedaan, zag ik. Ja, die waren ook helemaal nat. Ik dacht, gadver. Zo, even kijken wat voor leuk is allemaal. Hi, superleuk en spannend dat we samen dit avontuur aan gaan. Ik ben heel benieuwd hoe we het gaan hebben. Ik hoop dat je je cadeau leuk vindt en laten we er een leuke tijd van maken, hoe lang dat ook mag zijn. Uitschietertje. Hallo. Even kijken hoor, even mevrouw Achie. Heb je nog een, even voor dit vraag, een voetbalclub of niet? Voor wie ik ben? Ja? Feyenoord. Ah, nee toch. Ik kom uit Rotterdam, kan niet anders. Mijn koffer is nog ingepakt. Ja, hey, doei. Ciao. Oh, dat meen je. Voor wie ben jij dan? Ja, Ajax natuurlijk. Ja, verrassend. Goed, dan laten we dat maar even in het midden. Hoe ziet jouw relatiegeschiedenis eruit? Niet bestaand. Niet? Heb je helemaal geen relaties gehad nog? Nee. Oké. Okay. Jij? Drie, vier. Misschien klein als een paar, maar ja, dat kan je niet echt een naam nee. geven. Uitschieter. Er waren wat lange relaties? Nee, niet echt langer dan een half jaar of zo. Nee, het valt wel reuze mee. Is niet uit te houden met mij, denk ik. Ben je een introvert persoon of een extravert persoon? En hoe uitzicht dat? Wie? Introvert of extravert? Nooit van gehoord, echt niet. Echt niet? Weet je niet wat dat is? Nooit van gehoord. Introvert is dat je zeg maar best wel een beetje gesloten bent op jezelf en dat je niet een heel open persoon bent. En extravert is dat je echt heel veel energie uitstraalt, heel veel praat, met iedereen socialist. Tussenin. Tussenin is ambivert. Nou, nog weer iets geks. Oké, dit is niet grappig meer. Hoe zou je het vinden als je partner op mannen en vrouwen valt? Ja, ik vind dat, ja, ik weet niet. Het kan hoor, maar ik vind dat niet. Niet per se dat het niet hoort of zo, maar ja, ik weet niet. Ik vind het een gekke gedachte. Hoezo? Ja, ik weet niet. Maar je valt gewoon op iemand. Ja. En je hebt wel voorkeur, maar. Ja, toch, ja, ik weet niet of ik dat zo. Ja. Dat zal niet mijn partner worden. Nou, dan houdt het op. Ja? Jij valt op man en vrouw op? Ja. Ja, laat het daar maar op houden. Oké, ja. Nou, ja, prima. Wil je al weg? Nee hoor. Ik zit wel lekker. Ik doe maar eventjes het bed testen vannacht. Hoe zit jij daarmee? Ja, mij maakt het echt niet uit. Gewoon lekker in bed. Ja, dat is goed. Dag je ouwe, zwakke rug. Kun je een beetje koken eigenlijk? Ja, weet je, als je gewoon een receptje erbij hebt, ja, ik maak het wel. Maar het is niet dat ik ben niet heel culinair of zo. Nee, niet even een culinair hoogstandje? Nee, zeker niet. Ik ook niet hoor. Nee. Wel gewoon normaal. Afgeetje gaat er wel in. Ik had eigenlijk geen gedachte om hutspot te maken. Lust oh, je dat? Nee. Niet? Nee. Hou je niet van de Hollandse pot? Vind ik echt het ergste dat Hollandse er muziek? Kan er doorheen. Ja. Maar het is niet Feyenoord. Het is niet mijn eerste muziek die ik kies. Wat luister je dan wel? Spaanse muziek. Dat is echt niks voor mij. Nee? Nee. Gewoon lekker Hollands. Ja. Nee, ik hou op zich wel van Nederlandse muziek er met een drankje op. Maar het is niet dat ik het echt luister zelf. Nou, ik de hele dag door. Oh nee, dat heb ik echt niet De meer. Hele buurt vindt het altijd gezellig. Altijd aan het zingen. Ja, ik vind het fijn op de ijs. Dat vind ik nog het lastigste. Ja, vind je, ja, zit je ermee? Dat zit ik heel erg mee. Oh god. Als mijn opa dat hoort, dan kiet hij zich om. Ja, oh, nou. Opaatje. Ach, ja. Wat doet hij nou? Ja. Hij rijdt zich zo om. Ja. Heftig. Omschrijf je ideale partner, pas ik in dit plaatje? Ik weet niet ideaal, dat weet ik echt niet. Als ik dat allemaal wist, dan had ik diegene al gevonden natuurlijk. Ja, precies. Ja, dan was het zo klaar. Zeker.
Ben jij kritisch in de zoektocht naar liefde? Zo ja, waarom? Nou, misschien onbewust wel. Ik heb natuurlijk ook met een relatie gehad. Mm-hmm. Dan ben je misschien automatisch iets kritischer. Maar ja, ik denk als het gewoon verder klikt, ja, dan... Ja. Ja, als het gewoon klikt, dan zit het goed. Dan hoef je verder ook niet om kritisch te zijn, lijkt mij. Nee. Wat was het eerste dat je opviel aan mij tijdens onze ontmoeting? Lang. Ja? Daar was ik wel blij mee. Ja, want ik zei dat iemand langer is dan ik. Dus dat was wel het eerste wat me gelijk opviel. Mm-hmm. Oké. Okay. Bij mij? Ja, ook hetzelfde, lang. Dat ik wel dacht van, oké, nou, ze is wel aan de langere kant. Ja. Ja, voor een vrouw ben ik wel lang. Ja, aan de lange kant, zeg ja, maar. Dus absoluut. Ik dacht wel van, oh, oké. Okay. Iets romantisch doen met je date of liever samen naar een nachtclub? Ja, ik ben niet echt een romantisch type. Dus ga ik liever naar een nachtclub. Ik ga denk ik liever met mijn partner iets romantisch doen. Ja? Ja. Ja, dat kan ook. Nou. Eens even kijken. Welke opleiding heb je eigenlijk gedaan? Geen. Helemaal geen? Nee. Middelbare school wel? Nee. Oh, ook niet? Ik ben maar 15e van school gegaan. Oh, echt? Ja. En toen gewoon gelijk gaan werken? Ja, ik werkte eigenlijk al terwijl ik op school zat. Hoe vind je dat? Oké. Ja. Ik heb echt een hekel aan school. Het is echt drama dat. Ik kon me gewoon niet gedragen. Oh, jeetje. Nog steeds niet hoor. Daar niet van. Maar nee, dat is gewoon. School is niks voor mij. Nee. Nooit geweest ook, nee. Je hebt wel een raket trouwens. Ja, dat wil ik wel. Zitten we dan? Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, iets makkelijk. Jij ook. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik wacht al even dat jij een hap hebt genomen. Het is in ieder geval gelijk aan je gezicht of het de kaart is of niet. Nee, ik vind het wel lekker. Is wel lekker toch? Nou, het is binnen te houden. Romantisch. Beter laat dan nooit, hè? Precies. Ja. Top. Nou. Het lijkt me zo lastig om te bedenken wat je elke avond moet eten. Mm. Maar een hutspotje of zo. Andijvie. Bloemkool. Nee, ik hou echt heel erg van pasta en rijst en zo. Mm. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Nou, ieder zo zijn smaak toch? Nou, ik ben wel klaar. Ja, dat snap ik. Ik ben ook al een tijdje klaar. Maar, Oh, jij schuift het ook gewoon aan de kant? Ja, ik ga het niet meer eten. Als ik het bij mijn oma doe, krijg ik een klap op mijn achterhoofd. Ik ken echt niet hoor. Ze gaan me toch niet vertellen dat ze geen koffie hebben hier, hè? Pannen. Ah, rot op. Natuurlijk, stomme ei dat je bent. Goedemorgen. Stom. Lang leven de liefde is vrij.